Vandaag, 2 januari. Donderdag. Donderdag. En we staan nu voor een verkeerslicht in het plaatsje Lorette de Mar. Ja, 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 ja. Kijk, nou mogen we weer. We zijn op weg naar... Barcelona. Maar we moeten eerst even een surfplek zien te vinden. En watertappen. Barcelona. Ja. En hierna komt Blanes. Dat is ook een heel toeristisch plaats. Ja, dit is allemaal. Die zegt de Costa Brava. Ga weer over de rotonde. Oké, nou, we gaan het zien. Nou, we staan hier op de campersite plekje. Ik ga de campersite zak hier eventjes hieronder zetten zo. Dan weten jullie welke campersite het is. Het is hier, zie je, een vervallen oude stal. Ik weet niet wat het nu is. En naast ons staat nog een Fransman. En jullie zien, stoeltje staat klaar. Omdat ik heerlijk lag te zonnen. En kijk, dit is het uitzicht. En je kan het nu niet goed zien, maar ik zal morgenochtend, als de zon aan de andere kant staat, zal ik het nog eventjes laten zien. Want, let op. Kijk, daar ligt Barcelona. We zitten hier maar 8 kilometer van Barcelona, van de Ramblas af van Barcelona. Dus half uurtje fietsen. Kijk dan, is dit mooi? Maar, dan denken jullie natuurlijk, ja, hij vertelt maar wat, maar ondertussen. Nou, ik ga het jullie eventjes laten zien hoe we hier dus terecht gekomen zijn. En we hebben hier stroom. Kijk, loopt zo. Naar de camper toe. Dat heb ik gehoord van die meneer, die Franse meneer daar zo. Die komt hier elk jaar. En dit is de serviceplek. Kijk, daar kun je vers water tappen. Hier kan je dan je water legen voor je grijs watertank. En hier heb je de chemische toilet. Waar je de chemische toilet kan legen. Dan zie jullie, even kijken, daar waar die deuren zijn. Dan moet je aan de zijkant het trapje iets omhoog. Dan moet je aan die poort aankloppen. Er schijnt een hele grote gevaarlijke hond te zijn. Maar die doet niks. En dan klop je aan die deur en daar woont die mevrouw. Alleen die meneer zegt van die camp, ja, maar ze is er momenteel niet. Ze bezoekt familie in Frankrijk. Dus nou, dat gaan we dan wel zien. En dan zijn wij dus, als je goed kunnen zien. Dan zijn wij aangekomen. Kijk, dat is leuk. Hier, deze weg hier. Deze weg hier zo. Die loopt zo. Hup, dan zo het hoekje om. En dan krijg je een hele scherpe bocht naar links. En dan moet je een bergje op. En dan rij je hier zo langs het pad zo. En dan kom je hier zo die camperplaats op. Maar ik ga jullie wel eventjes laten zien die plek waar je dus omhoog moet. Als je hier ook zo het pad zo naar beneden gaat. Kijk, het is heel smal, dat zie je. Moet je hier op letten. Dit is een hele grote cactus. Dat ding is vlijmscherp. En je moet er niet aan denken dat die over je lak komt. Dan heb je hier nog een boompje staan met allemaal laag hangende takken. En deze boom moet je eventjes passeren. Want anders dan de zonde van al je lak. Nou, daar heb je dus dan die weg, hè, die ik bedoelde zo. Dan kom je daar aanrijden, waar die vuilnisbakken staan. En dan moet je dus die bocht als het ware nemen. Dan moet je hier omhoog. En ja, je ziet het op de film niet zo goed. Maar het is echt steil omhoog. En ik reed zo omhoog. En dan kan je die kant nog omhoog. En deze kant omhoog. Dus ik reed deze kant op. Maar je moet dus deze kant aanhouden. Dus als je die hier omhoog komt rijden. Hup. De linkerkant aanhouden. En als je hier dan rijdt, zo hè. Kijk, moet je uitkijken voor dit. Zie je? Die rotsen, dat je daar niet te dicht langs rijdt. Want voor je het weet, heb je een aardige beschadiging. En vooral hier, kijk. Dit is zo'n punt
Want kijk, het is echt maar heel smal. Het is hier een heel klein stukje smal. En dan heb je hier die muren. Opletten dus. Nou, dit was de video over onze trip naar Barcelona. Morgen gaan we Barcelona bezoeken. Ho zegt we gaan met de bus. Die stopt hier namelijk vlak voor. Maar ik zeg van, nou, fietsen. Het is maar een half uurtje fietsen. Ook leuk. Gaan we nog over steggelen. Dat komt helemaal goed. Maar dat wordt een aparte video. Die gaan jullie zien. Voor nu was dit onze reis van Tossa del Mar naar Barcelona. Ik ga tegen jullie zeggen, gegroet. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd, hè? Dat weten jullie.